Wat is uw favoriete club? Als ik echt mag dromen. Ja. Als ik echt mag dromen, Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid is voor mij altijd speciaal geweest. Ja, ik zie mijn papa voor de training, tijdens de trainingen, na de trainingen. Word je dat niet beu? Ik heb daar ook moeten leren mee leven. Ik ben heel eerlijk. Beste kijker, hier zijn we weer. Mijn naam is Juno Vertongen en wij zijn weer terug met een nieuwe aflevering van Letwin Cook. Deze plek is volgens mij herkenbaar, want ik ben hier al geweest en hier heb ik gekookt met Jarne Steukers. Als je de aflevering nog niet hebt gecheckt, ga het zeker doen. Matthias de Loge staat op dit moment op mij te wachten, dus we gaan er meteen in vliegen. Let's go. Geen bel, dus we gaan even openen. Yo. Hallo. Ça va, man? Ça va, met u? Ik ben niet met lege handen gekomen. Had je er zin in? Jazeker. Let's go. Kunt jij een beetje koken? Een ramp. Een ramp? Ja, ja, ja. Dat is golden duo in de keuken dan, hè? Oké, de ingrediënten staan klaar. Want ik heb vernomen dat je straks moet gaan trainen, hè? Ja, ja. Je hebt hierna nog training. Ja, ja. Maar wel, ik heb gekozen voor een chicken wrap dan. Ik denk dat het al licht genoeg is om te kunnen trainen zelfs nog, ja. Type blokjes hebben we. We hebben ijsbergsla. De ajuintjes die we moeten snijden en tomaatjes. Kun jij multitasken? Beetje. Oké, koken en praten tegelijk is niet makkelijk voor iedereen. Dus, koken is al moeilijk genoeg. Dat is al moeilijk genoeg. Kijk, laten we er meteen aan beginnen. Waar is uw passie voor voetbal eigenlijk begonnen? Ja, natuurlijk. Mijn papa is voetballer geweest. Mm-hmm. Ik denk... ik heb niks anders gekend als voetbal. Als kleine jongen ben ik heel vroeg beginnen voetballen. Ja. Ben ik altijd naar de voetbal komen kijken ook, van mijn papa. Ja. En ja, zo eigenlijk ben ik nooit meer uit de voetbalwereld gegaan. Maar heb je dan een gevoel dat jij automatisch bent gepusht in de voetbalwereld? Want als je ermee bent opgegroeid, ja. Misschien had jij iets anders gewild of zo. Vroeger heb ik wel nog een paar andere sporten gedaan, maar uiteindelijk werd het wel heel snel duidelijk dat het voor mij voetbal was. En, dat het... en welke sporten waren dat? Ik heb vroeger vooral nog getennist. Uh-huh. Dat heb ik nog redelijk lang gedaan. Oké. Maar ja, de moment zo, je komt al zo beleefd dat het niet meer te combineren valt. Ja. En dan moet je kiezen. En dan heb ik toch heel snel voor de voetbal gekozen. Maar je gaat me niet zeggen dat Jarne wel een goede kok was, hè? Ik zeg je heel... Wacht, wat had ik zelfs met Jarne gekookt? Die burger niet? Ja, maar een burger is makkelijk, hè, man. Ja, maar dit toch ook? Normaal gezien. Oké, ja, nee, ja. Maar eerlijk, Jan heeft dat nog goed gedaan, hè? Ja? We zijn nu wel heel snel door de periode van uw vader gegaan bij STVV. Maar hoe groot was hij voor de supporters, voor de club? Als je hier een stad hier rondloopt en vraagt aan de mensen wie mijn papa was, dan denk ik wel dat iedereen daarop kan antwoorden. Dat iedereen kan zeggen dat hij heel belangrijk is geweest voor de club. Nu nog altijd, want is het nu wel nog altijd. Die werkt nog steeds... Ja, is op dit moment teammanager voor ons. Teammanager, ja. Ja, ja, het is altijd iemand die met hart en ziel voor deze club heeft gestreden, gewerkt. En dat is wel iets dat ik probeer over te nemen van hem, ja. En voel jij dan zelf ook zo een bepaalde druk of zo om ook gewoon heel goed te presteren? Ja, het is anders. Ik heb wel op een bepaald moment redelijk fel die druk gevoeld. En wanneer was dat moment? Dat was vooral toen ik voor het eerste moment bij de A-kern kwam. Ja. Dus dat is al 2 jaar geleden ongeveer. En dat was het moment dat ik een beetje druk voelde. Maar ook na mijn uitleenbeurt en na alles eigenlijk. Heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben. Ja. En ja. Maar is dat niet moeilijk geweest voor u? Want ik kan wel begrijpen dat... Dat mensen bijvoorbeeld wel zouden zeggen van ja, hij zit bij de eerste ploeg omdat zijn papa teammanager is of omdat zijn papa een legende is geweest. Heb jij dat ook meegemaakt? Of? Ja, er zijn altijd mensen die dan kijken naar ja, uw papa zit daar en jij zit daar omdat hij daar zit en dit en dat. Maar dan is het wel natuurlijk als de mensen die er iets van kennen en er iets van weten, die dan wel... Zeggen van... Zoiets hebben van, dat komt door je eigen kwaliteit. Dat helpt wel, maar... Ja.
Ja, het heeft me wel... Ik zou wel liegen als ik zei dat dat mij niet raakte vroeger. Ja. Hoe trots is hij dat jij vandaag de dag je minuten maakt bij CWW? Ja, mijn papa is natuurlijk heel trots. We hebben daar misschien een andere manier mee om dat te uiten, maar ik weet... Op welke manier uiten jullie dat? Goh, mijn papa zal niet snel zeggen het is goed of zo. Mijn papa zal altijd zeggen, ja, dit komt beter, dit moet beter. Maar ik weet ook dat alleen maar is om je te helpen. Ja. Ja, jij zei dat je papa teammanager is, dus ik neem aan dat je hem dan elke dag ziet. Ja, ik denk... Ik zie mijn papa constant, hè. Als we nu... Nu heb ik mijn rijbewijs, maar ook vroeger reden we dan ook nog samen naar de club. En ik zie mijn papa voor de training, tijdens de trainingen, na de trainingen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje apart. Apart, maar word je dat niet beu? Ik heb daar ook moeten leren in mijn leven. Ik ben heel eerlijk. Het heeft ook even geduurd om dat te kunnen omarmen, want ik dacht ook, moet ik nu papa zeggen? Moet ik nu... Ja, want hoe noemt jij hem? Ja, ik noem hem papa, maar moet ik nu... Pujo, mijn ogenboer. Ja. Hoor jullie dat? Het gaat over zijn vader, hij wordt emotioneel. Je weet al, het is papa en zoon, het is vader en zoon. En je weet al dat er naar gekeken wordt, dus eigenlijk proberen we dat een beetje... Ik merk een beetje aan hem dat hij zoiets heeft van, ik wil niet dat de mensen gaan zeggen, kijk hoeveel hij bij zijn zoon bezig is. Ja, voilà. Dat hij dan meer dan een ander misschien. Het is veel, hè? Toch? Ja, ik vind van wel. Houd je van je jantjes? Nee. Je lijkt wel ervaren, moet ik zeggen. Lijkt dat zo? Ja, je doet het niet slecht. Ik kan zo alsof doen, kinder. Het wordt wel warm. Ja. Vorig seizoen werd je uitgeleend, liefste. Ja, ten eerste, accommodatie, gewoon beleven is dus anders dan hier. Dit is wel nog altijd een 1A-ploeg en je hebt meer mogelijkheden misschien. Ja. Maar zo... Ja, het familiale, het sfeergevoel was een Lierse. Ik moet wel echt zeggen, we hadden daar een topploeg. Ja. We hadden daar... Ja, ik werd daar ook direct ook in de ploeg meegenomen. En ik was daar wel gekomen. Het was... Ik denk dat we gewoon play-off 1, of ik weet niet meer hoe je dat noemt, maar play-off 1 zaten we daarin. Ja. Dus ik heb wel tegen de 9 beste ploegen, zeg maar, gespeeld in de 1B. En... Alhoewel ik alleen nog maar mijn debuut had gemaakt bij Sint-Truiden, merkte ik wel direct dat het heel anders voetbal is in 1B dan in 1A. En wat waren de verschillen dan in het voetbal? Je merkte in 1A dat het technische, de balbehendigheid en zo, het niveau veel hoger ligt. Ja. In 1B zijn het gewoon heel veel duels, heel veel vechten eigenlijk. Vechten om de bal en dan... Ja... Dat was voor mij vooral het grootste verschil. En hoe nuttig was die uitleenbeurt voor je dan? Voor mij was die super belangrijk. Ik denk, als ik die niet had gedaan, dat ik ook niet nu hier stond. Ja. Die uitleenbeurt, daar ben ik Lierse ook heel, heel dankbaar voor, dat ik die kans heb gekregen. Dus vanaf het moment dat je dan echt terugkwam bij SCWV, dat je dacht van ja, dit komt omdat ik een uitleenbeurt had bij Lierse? Ja, ik kwam nog altijd van jongensvoetbal, hè. Wat ik eigenlijk heb geleerd is de mannenvoetbal, de mannenwereld. Ja. Ik zag Lierse niet als een stap terug. Ik dacht, ik wil terug genieten van het spel. Want dat had ik even nodig. Terug vertrouwen pakken. En gewoon echt genieten van het spel. Terug lekker voetballen. Want dat is wat je het liefst doet. Dus eigenlijk een stap terug. Dat heb ik niet, zo heb ik het niet meegemaakt. Eigenlijk. Okay. Oké, en dan kom je terug van je uitleenbeurt en dan zie je plots een Duitse coach. Ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste reactie was wel... Oei, ik dacht, ja... Iedereen hoort dan wel de Duitse manier en de Duitse trainer. Hard werken, hard trainen, dit, dat. Dus het was wel even klaar zijn wel voor die voorbereiding. En heb je dat ook zo ervaren? Ik moet wel zeggen dat onze trainer er een hele goede mix heeft tussen gevonden. Tussen het harde werken, wat we wel absoluut doen. We hebben afgezien in de voorbereiding. Ja. Nu in de winterstage ook. Maar dan weet je dat daarbij hoort. Ik moet wel zeggen dat de trainer
een hele goede mix heeft gevonden tussen ons ook nog amuseren en het voetballende. Tussen het lopen en al hetgene wat erbij komt kijken. Toen hij werd voorgesteld, ja. Dan hoor je zijn naam en dan hoor je oké, die heeft dit gewonnen, die heeft dat gewonnen. En dan denk je oké, degene kunnen ze opzoeken. En dan zag ik wel, dan zag ik bijvoorbeeld 300-400 maatjes bij Bayern München gespeeld. Oké. Zo'n pak, hè? Dan denk je oké. Dan zie je Champions League gewonnen, dan denk je oké. Ja, ik denk dat dit gewoon aangeeft van. Een trainer kan heel veel respect hebben, maar ik denk dat zo iemand voor je staat dat je alleen maar respect kan en moet hebben voor hem. Ja. Ik kan alleen maar hard werken. Kansen nemen die ik krijg, maar het is wel ja, de trainer die het grootste vertrouwen in mij heeft en die dat ook altijd meegeeft van ja, wij staan allemaal achter u en ja, dat geeft me ook al heel veel vertrouwen. Bent jij dan ook van plan om een clublegende te worden zoals je papa? Op dit moment ben ik best een Sint-Truiden, ben ik hier super tevreden, maar ja, ik denk dat je zo'n dingen niet op voorhand kan zeggen. Want in het voetbal weet je nooit wat er gaat gebeuren. Alles kan veranderen. Voor de mensen die nog niet zijn geabonneerd, zorg ervoor dat je abonneert. Laat een duimpje achter en laat in de comments weten welke gerecht je nog zou willen zien en welke spelers je ook sowieso zou willen zien bij Letterkoek. Veel voetballers spelen FIFA. Speelt jij zelf ook FIFA? Ik speel af en toe al FIFA. Weet je wat je hoogste rating is? Als snelheid mijn hoogste is, dan klopt het wel echt niet. Ik denk mijn passing of zo. Je passing. Oké, daar zit je wel juist. En hoeveel denk je? 60. Geen 60. Idee. Want ik denk dat ik een laag kaartje heb. Nee, je onderschat jezelf. Het is hoger dan 60. Het is hoger dan 60. 64. 64? Ja. Oké. Okay. Doelstelling? Mijn doelstelling is een zilver kaartje, hè. Welke rating? Moeten we naartoe gaan? 70 rating of zo? Dus jij bent tevreden met 70 rating? Nu eerst hebben we moeten groeien. We moeten stilletjes aan groeien. Jij wilt stapsgewijs gaan, niet direct groot dromen. Nee. We moeten niet die grote stap maken. Oké. Uiteindelijk moeten we wel die gouden, die shiny gouden. Dus next step is een zilveren kaart. Ja. 70. Weet je wat je totale cijfer was? Ik weet, toen ik op het begin van het seizoen begon te spelen, had ik 55. Oké, dan heb ik goed nieuws voor u, want dat is op dit moment al 59 geworden. Dus je bent goed op weg naar de zilveren kaart. Als we zouden moeten kijken naar de toekomst. Wat is uw favoriete club? Als ik echt mag dromen? Ja. Als ik echt mag dromen, Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid is voor mij altijd speciaal geweest. Oké, dus kijk, daarom zijn wij goede vrienden. Ja, want Real Madrid is echt een topclub. En nu dat je dit zegt, maak ik nog harder. Maar wanneer is voor u uw carrière compleet? Ja, je kan dat nooit echt weten. Ik wil gewoon zoveel mogelijk eruit halen wat eruit halen valt. En dan zien we wel, denk ik. Hoe zie jij jouw parcours daarnaartoe? Ik denk dat je in de voetbalwereld niet te fel een plan kan hebben. Want ik denk dat heel makkelijk mis kan gaan. Maar ja, ik denk als we echt mogen dromen dat Real Madrid wel echt de absolute top is. Hoe we daar geraken, ja. Met tussenstappen denk ik sowieso met wel. Met tussenstappen sowieso. Dus niet, stel dat je nu dit seizoen scheurt en Real Madrid kon kloppen, dan ga je niet zeggen van laat mij nu meteen vertrekken naar daar. Nee, want ik ben iemand die... Ik wil stappen maken, ik wil voetballen. Ik zou nu bijvoorbeeld niet ergens naartoe willen en dan om daar op de bank te gaan zitten. Ja. Daar zie ik niet zitten. Eerst alles kapot spelen bij SCVV. Ja. Eerst alles kapot spelen bij SCVV. Voilà. Zolang ik dit truitje nog draai... Voilà, dat is het belangrijkste. Alles daarvoor geven. Dat is het allerbelangrijkste, jongen. Inderdaad. Het zit erop. Smakelijk, hè. Maar het is wel goed. Jawel, man. Denk je dat je nu zelf kunt gaan koken? Een rap misschien. Een rap? Ja, maar meer. Meer zal het toch niet zijn. Stapsgewijs, hè. Je begint met een rap. Morgen is het spaghetti bolognese. Als jij mij helpt. Komt goed, maat. Bel mij en ik ben er. Alsof ik heel goed kan koken. Ik kan niet eens koken. Oké, Matthias. Voor wat hoort wat. Ik heb jou leren koken, maar ik wil iets in ruil. Inderdaad. Ik heb een truitje meegenomen. Dat ik nog ga signeren voor jou. Dat zie ik graag. Het shirtje is binnen. Wil je dit winnen? Houd de comments in de gaten. Matthias, bedankt voor je tijd. En jullie bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel terug bij de volgende aflevering in een nieuw stadion met een nieuwe speler.
Dus houd sowieso in de gaten. Tot snel. Goedemiddag. Goed. Met jou? Lekker, lekker, lekker. Wie was de eerste speler waar je meteen een conversatie mee had? Ruud die zat bij het onthaal. Wij waren meer zeg maar een beetje zo altijd op training. Ja. Dus altijd een beetje ja, de twee Nederlanders die tegen elkaar ingingen.